Het is inmiddels een uurtje later, maar ik kan inderdaad niet geloven dat we dat gewonnen hebben. Ik had echt niet verwacht. Natuurlijk hele goede andere plannen die ingediend waren met hele grote partijen erachter. Dus ja, ik voel mezelf dan toch nog een beetje een Calimero, geloof ik. Maar ja, geweldig. Ik ben dus oprichter van Fairmill. En Fairmill is een bedrijf, een sociale onderneming die kinderarbeid aanpakt. Dat doen we in Peru, India en Marokko. Daar trainen we jongeren die vroeger op straat leefden of op de vuilnisbelt werken. Die trainen we in fotografie. En hun foto's verkopen wij. En zij krijgen de helft van de winst om hun eigen onderwijs te betalen. Dus dankzij hun werk voor Fairmill werken ze nou niet meer op straat, niet meer op de vuilnisbelt, maar zitten ze in de schoolbanken. Op dit moment hebben we 50 tieners die voor ons fotograferen in Peru, India en Marokko en daar dus geld mee verdienen. En we hopen dan dus door meer kaarten te verkopen, meer foto's te verkopen, dat de jongeren ook meer geld kunnen gaan verdienen en dat we daardoor op een gegeven moment ook meer jongeren in dienst kunnen gaan nemen. En zo de impact vergroten. Fairmill heeft een partnership met PostNL's Kaartwereld. Dat is een website waar consumenten online een Fairmill kaart kunnen ontwerpen en bestellen. Die wordt dan door PostNL gedrukt en opgestuurd. En dus met PostNL hebben we dus een verkoopkanaal gecreëerd om voor de jongeren de foto's aan de man te brengen in Nederland. We hebben €20.000 gewonnen van nu.nl. Dat kunnen we gebruiken voor een marketingcampagne. Dat hebben we heel erg hard nodig, want de kersttijd komt eraan. Dus we willen veel reclame gaan maken voor onze online kerstkaarten. Zodat we lekker veel kunnen verkopen, de jongeren veel verdienen en we nieuwe jongeren in dienst kunnen gaan nemen.